Goed. Heel fijn dat hij er is. Kijk eens, doe ik zo naar binnen. Het is niet te geloven. Tjeerd, leuk dat je er bent. Gisteren natuurlijk, nou, het hele weekend Carré was het domein van Kinderen voor Kinderen. Klopt. 35 jaar. Is dat voor jou nou ook echt een verjaardag dat je denkt, ja, dat moeten we vieren? Ja, dit was natuurlijk gewoon echt een hele belangrijke dag. Want al jarenlang was dit de voorbereiding voor deze dag. En het hele jaar keihard gewerkt om de cd af te maken. En dan nu is het op televisie met al die liedjes en al die mensen die komen kijken in Carré. Ja, het was echt Het moet zo fantastisch zijn dat je die kinderen ook allemaal je werk hoort zingen op die manier. Ja, ik heb echt een paar momenten wel echt even gezeten van het liedje over Nelson Mandela, het liedje van Nu het feestje voorbij is, het liedje over het zusje met Niels Geusbroek. Ja, het was echt heel mooi allemaal. We hebben een impressie van gisteren, even kijken. Ja. Ja, leuk hè. Chad, ik was er ook. Ik mocht ook komen. Het was superleuk om het hele gezin te zijn. En op een gegeven moment kijk ik naar links en zie ik gewoon Willem-Alexander, Maxima, de prinsesjes. Die waren gewoon. Die waren er allemaal. Ik was ook verrast. Ik zag ze ook allemaal zitten. Nee, ik wist het ook niet. Het was echt een eer. Die en hebben ze nog gesproken ook daarna? Zijn ze ook nog? Ja, na afloop toen mochten alle kindertjes die mochten hun even ontmoeten. En ik kwam Lucia Martens op de wc tegen. Die zei, ja, kom even mee, dan kun je ze ook nog even ontmoeten. Nou, dat vond ik natuurlijk hartstikke leuk. En wat zei je? Ja, ze waren echt gewoon gefeliciteerd, prachtig, mooi. Ze waren gewoon hartstikke leuk. Ze waren dan natuurlijk privé. En dat zegt natuurlijk ook. Ik bedoel, het is vooral voor hun leuk met kindertjes en de cd. Ja, ze zaten al volgens mij een beetje mee te zingen. Maar Winston heeft dat gezien. Hè? De koning zingt op een ook eiland waanzinnig gedroomd. Zingt ze allemaal mee, hè? Nou, wat leuker was, dat was een soort medley voor de papa's en mama's. Ja. Op dat 35 jaar Kinderen voor Kinderen. Ja, als je daar met kinderen zit, is de kans heel groot dat je zelf ook een jaar hebt meegemaakt. Ja. Dus toen kwamen de grote hits kwamen voorbij. Ja. Ik betrapte mezelf ook tijdens het meezingen. Dat ik op een gegeven moment naar links keek en zag dat ook de koning gewoon nog een paar liedjes kende. Is ook gewoon kind geweest natuurlijk. Ja, nou ja, tuurlijk. We hebben de kids over jou gesproken. Oh, nou, bereid je er maar op voor. Oh my god. Tjeerd is altijd heel aardig. En we kunnen ook altijd met hem lachen als je een fout maakt bijvoorbeeld. Hij geeft heel veel complimentjes en zo. Dat we het goed doen. Soms doet hij wel een beetje gek. Maar dat doet hij wel altijd op een leuke manier. Soms als wij aan het inzingen zijn, dat doet hij soms af en toe zo. Met zijn vingers gaat hij dan spelen. Dag Tjeerd! Wist jij dat je zo goed met kinderen kon werken? Nou ja, ik heb wel sinds ik vader ben, opeens gebeurt dat allemaal. Sesamstraat en Kinderen voor Kinderen en al die liedjes, ja. Nou ja, het is een nieuwe dimensie in mijn leven. En ik vind het ontzettend leuk om dat ook te doen. Want kinderen zijn natuurlijk heel puur en die zul je nooit horen liegen. Die vinden iets leuk of niet leuk, die zijn daar heel eerlijk in. Ja. En als dat dan lukt en het werkt, ja, geeft dat heel veel voldoening. En ik beschouw ze ook als, net als alle artiesten in de wereld. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Je moet iets maken wat ook bij hun past en wat zij ook moeten voelen. Er zit net zoveel werk in. Ja. En de doelgroep is natuurlijk heel dankbaar. Want ik begrijp dat de clips en de video's van Kinderen voor Kinderen meer dan 50.000 keer per dag worden bekeken. Ja, want het was op een gegeven moment Kinderboekenweek nu ook. En dan gaan ze allemaal het feest, gaan ze allemaal instuderen. En dus ja, ik ken het al de hele zomer natuurlijk, is het bij ons al happening. Maar nu ook op al die scholen. En dan, ja, dat gaat dan op een gegeven moment, dat blijft maar door. Kinderen klikken door. Dus ik vooral 100.000 per dag nu, geloof ik. Zo, nou, je hebt twee albums, hebben we bezoek. Kom er eens even bij, Sola en Jul. Lopen ze even erin. Oh, wat leuk. Leuk, hè? Sola is zoontje van Fiona. Loop maar even hier naartoe, dan krijg je de cd bij je ome Tjeerd. Kijk eens, alsjeblieft. Eentje voor jou. Oh, okay. Eentje voor jou. Alsjeblieft. Graag gedaan. Zo, goed geregeld. Ik zit tot nu toe, wacht even, niet alleen maar met kinderen bezig. Want